maken, want het was gewoon niet... Ja. Ja, goedenavond. Ja, ik let je even door over de foto, de foto's die Guido van Nispen iedere week maakt van onze gasten. Kunt ze terugvinden op LinkedIn, nou, op Flickr, Facebook, LinkedIn, overal, wherever. Ja. Mooie foto's iedere week van onze gasten. En een van die gasten is Wilbert Mutsaas. Je bent nu van Spotify. De laatste keer dat we hier spraken, was je nog de baas van 3FM. Ja. Daarna ben je de baas geweest van Mojo. Ja. En nu ben je de baas van Spotify. En daarvoor weer heb je bij platenmaatschappijen gewerkt. Ja. Dus er zijn weinig mensen die zeg maar een groter spectrum van de muziekindustrie hebben meegemaakt in hun carrière dan jij. Nou, dat is mooi, want je kan daarmee het totaalplaatje gaan schetsen zo direct. Maar even bij het begin gewoon. Even nu bij Spotify beginnen. Wat doe jij daar? Wat doe ik daar? Ik ben verantwoordelijk voor de Benelux op sales na. We hebben natuurlijk ook een gratis variant van Spotify en daar zit reclame op. Daar ga ik niet over. Een beetje vergelijkbaar zoals bij de radio, niet over de ster gaan, maar wel over de inhoud. Ja. Dat je zo moet zien. En wat ik daar doe is heel gevarieerd, van heel erg strategische dingen tot ook gewoon zelf playlisten maken. Ben aanspreekpunt voor heel veel dingen, voor artiesten, labels, meedenken in internationale dingen bij Spotify. Als je over de inhoud gaat, hè, want je zegt, weet je, ik ga echt muziek inhoudelijk, dat is je belangrijkste... Alle oude vormen van audio, dus ook podcast en audioboeken. Muziek is voor mijn begrip, hè, waar ben je dan mee bezig? Want weet je, voor veel mensen is Spotify natuurlijk een soort... Ja, is een streamingdienst waar alles staat erop. Ja. En de gebruikers bepalen natuurlijk voor een groot gedeelte, weet je wel, door middel van algoritmes, wat belangrijk is en wat niet. Wat is dan de, zeg maar, de menselijk inhoudelijke rol die jij speelt? Er zijn meerdere. Om te beginnen met wat je zei, niet alles staat erop. Dus dat zit soms ook nog wel... Maar daar ben ik niet de hele dag mee bezig. Maar een belangrijk onderwerp? Nou ja, deze week had hij ervoor gezorgd dat er een Depeche Mode nummer... Ja. Iets wat mij irriteerde, een of andere live versie van een nummer van Depeche Mode. En dan vind ik dat heel erg leuk. Is gewoon bijna kinderachtig, maar dat vind ik dan zelf heel erg leuk. Ben ik al heel erg mee met mijn lopjes. Dat er gewoon op moet en dat dan de band zelf dat ook eigenlijk helemaal was ontschoten dat dat nooit was gebeurd en omdat er wel andere live. Nou, te lang verhaal, maar dat. De menselijke factor is ten eerste we maken heel veel playlisten als Spotify zelf. Die zijn echt gecureerd. Ja. En die worden. Het is toch wel vrij hardnekkig misverstand dat men altijd zegt, ja, dat doen algoritmes, maar dat zijn dus geen algoritmes, dat zijn gewoon mensen die dat maken. En we hebben er duizenden wereldwijd en in Nederland denk ik. Nou, iets van 150 of zo. Noem er eens een paar die mensen zouden moeten kennen. New Music Friday is wel iets, denk ik, dat mensen misschien kennen. Woordenschat, echt een hip-hop playlist. Maar je hebt ook Easy on Sunday, dat soort achtige mood playlisten. Ja. We maken playlisten voor artiesten. Dat heet dan vaak This Is en dan vul me aan. Ja. Anouk, This Is, Spinvis. Ja. Maar dat zijn dus handmatig gemaakte overzichten. Dat is voor mij ook al nieuw. Ja. Ik ben een groot verbruiker. Ja, want dus ik denk dan, dat is een automatisch gegenereerde playlist met gewoon de meest beluisterde liedjes van Anouk. Nee. Want een algoritme kan het wel maken. Dus we hebben ook wel op dit onderwerp, je hebt ook wel algo, this is playlisten, zoals wij dat noemen. Ja. En die zijn meestal niet zo goed. Omdat... Bij dit soort artiesten, je gaat vaak zo'n playlist maken voor artiesten die al wat meer repertoire hebben opgenomen. Of al, dat kan ook in korte tijd, zeg maar, meestal. En als het artiesten zijn die al wat langer muziek maken, dan pakt een algoritme, is meestal de nieuwste muziek het meest beluisterd. Dat is een soort zichzelf waarmakend. Dus dan krijg je een playlist waar niks van klopt. Ja, dus, de algoritmische Marco Bussato This Is playlist, of die dan dit is Marco Bussato heet, daar klopt er helemaal niet van. Wel... Als je bekijkt vanuit welke liedjes het meest beluisterd waren op Spotify, maar totaal niet in termen van wat nou zijn grootste hits waren. Of omdat die van ook al. Wat een gevarieerd aanbod is in zijn carrière misschien. Toch vind ik dit al fascinerend. Ja. Nogmaals, we hebben het heel veel over Spotify, want we zijn allebei groot muziekliefhebber. Maar ik ging er blind vanuit
dat dit automatisch gegenereerde lijstjes waren. Nee. Nee, dat is absoluut niet zo. Nee, en juist de belangrijkste kritiek die je vaak natuurlijk hoort op Spotify is dat jij noemt, wat je al zei, dat worden op een gegeven moment natuurlijk self-fulfilling prophecies. Want als je alleen maar automatisch dingen op het meest beluisterd, meest gestreamd, meest... De playlist, ik kan er nog veel meer noemen, maar bijvoorbeeld die ik als eerste noemde, New Music Friday, is nieuwe muziek. Dus hoe kan een algoritme... Dat kan wel. Je kan een algoritme, het is ook een beetje een toverwoord, maar ik bedoel, je kan altijd wel iets punniken. Er komt zoveel muziek uit. Ja, want er kan altijd een lijstje uit tevoorschijn. Ja, dus dat lukt wel. Maar wij willen ook wel redactie voeren. Wat bij ons intern de echo chamber wordt genoemd, om te voorkomen dat mensen heel hetzelfde krijgen. En ook al zelfs als je iets leuk vindt en je krijgt dat keer op keer, dan gaat het ook vervelen. Dus net zoals met eten. Als je heel erg van bloemkool houdt, dan is dat misschien 3 dagen op rij nog lekker, maar na 3 weken denk je, nou... Hey, maar je hebt eerder bij 3FM gewerkt, daar heb je muzieksamenstellers en die maken de playlist van de week. En nu zit je bij een organisatie waar dus deels jullie dat met je eigen inzicht en eigen karakter doen. En tegelijkertijd is het een technologiebedrijf, dus waar mensen heel veel verstand hebben van data verzamelen en op basis van die data iets te doen. Wat heb jij geleerd van bij Spotify werken? Wat voegt het toe dat jij bij Spotify werkt, of maak je eigenlijk dezelfde lijstjes die je gemaakt zou hebben als je met 3FM zou maken? Nee, dat voegt enorm toe. Ik was er de eerste dagen bijna van de leg toen ik letterlijk de laptop open en opeens, anders dan bij radio waar je misschien wel een muziekonderzoekje hebt of iets vaags als luistercijfers die dat 1 keer in de maand met de dagboekjes en zo, het geeft wel trends, maar hoe liedjes nou precies, hadden we dan wel een steekproef voor en dan kon je een beetje gissen en op basis van wat social media reacties en maar meer wist ik eigenlijk niet. Nu is het bijna eng dat ik, als ik een playlist maak, stel dat ik hem eentje zelf maak en ik zet hem live, en dan kan ik eigenlijk al na een aantal uren de eerste luistercijfers zien. En na een dag heb ik echt gewoon wel... En dan kan ik in no time kan ik de gekste dingen zien. En ook conclusies trekken, afhankelijk van de hypothese achter de playlist. Want dan noemen we hypotheses. Dus niet elke playlist beoogt hetzelfde. Ja. Vaak klopt dat nou eigenlijk wel? En kunnen wij ook mensen zoals... Ik denk die wat meer bedrijven in zijn gekomen op hun beurt tegen mensen die de techniek bouwen zeggen van... wat ik nou eigenlijk zou willen is dit. En maak dat eens heel concreet. Ja, wat leer je ervan? Geef me eens een voorbeeld van een playlist en leg dan even uit wat voor hypothese daar dan bij hoort. Mm-hmm. En wat je dan kunt zien na een dag of een paar uur. Wat je kan zien, stel bijvoorbeeld, laten we het bij New Music Friday houden. Dan kan ik... Die gaat donderdagnacht om middernacht gaat die live, want dan begint vrijdag. Wat wil je ermee bereiken met die playlist? Dat er een zo breed mogelijke waaier aan muziek in 50 tot 70 nummers, afhankelijk van wat er in die week interessant is, voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, daar doorheen kunnen gaan. En de hypothese daarbij is bijna dat het vrijwel onmogelijk moet zijn dat er 1 iemand is, in dit geval in Nederland, die al die 50 liedjes leuk vindt. Terwijl bijvoorbeeld de hypothese bij een koffiehuisachtige playlist, dat precies andersom is. De gedachte is, het moet eigenlijk zo in elkaar zitten dat iedereen die naar luistert, het helemaal uitluistert. Niet uitzet. Ja, gewoon bij alles denk je, prima. Maar New Music Friday is dus daarmee kun je... Je mensen ook een beetje prikkelen. Ja, dus in het begin hadden we ook tools die allemaal hetzelfde aan het meten waren. En kwamen er meerdere mensen die wat meer uit de muziek komen. Die zeggen, ja, maar dat moet je natuurlijk niet met elkaar vergelijken. Sterker nog, het lijkt me een heel slecht idee. Het lijkt me heel erg als blijkt dat New Music Friday dat mensen urenlang beluisterd wordt. Ja, dat weet je helemaal niet. Nou ja, dan heb ik waarschijnlijk iets gemaakt waarvan een bepaalde groep mensen zegt, ja... Dat zijn allemaal nummers die wij allemaal heel erg schitterend vinden. Maar dat is niet de gedachte van die playlist. Dus die botst eigenlijk met
wat dan zeg maar, vanuit techniek wordt gedacht, van we moeten iets maken wat aangenaam is voor mensen om zo maar lang mogelijk te blijven luisteren. Dat zij het zelf zo leuk mogelijk vinden om het volgende nummer ook te luisteren, simpel gezegd. En daar kan je, en dus als je daar andere gedachten over hebt, dan kan je zeggen, nou, het kan mij niet zoveel schelen wat de skip rate van deze playlist is. Het is prima dat het erbij staat, maar ik schep bijna trots in dat die heel hoog is, bij wijze van spreken. Ja. Of dat je weet van, oh ja, bij hiphop is de skip rate sowieso heel hoog. Is dat zo? Ja, dat zegt helemaal niks over, want de beluistering is massaal. Kennelijk zit daar meer een gevoel van, dit doen we even niet. Nou ja, dat heb ik wel eens in luisteren. Dan denk je, als ik hem nu skip, dan denkt Spotify dat ik hem niet goed vond. Maar ik ken hem al. Nee, maar dat zijn dus precies van die lessen die op een gegeven moment natuurlijk meer gaat leren. Want naarmate er meer mensen het gebruiken, naarmate er meer data komt en we ook op zoek zijn naar andere manieren om erachter te komen van, ja, hoe wordt nou de muziek geconsumeerd, of wat denken mensen erbij, waarom skip je niet, dat je denkt, oké, dan moeten we andere indicatoren hebben, dan moeten we, of je kan denken, ja, ik zou er eigenlijk wel, laten we zeggen met hiphop, dat je weet van, nou, bereiken vooral mensen van, laten we zeggen 15, 25, als je een beetje, dat kan je allemaal in één klik allemaal zo zien, en dan denk je van, ik ben zelf een 40er, ik hou ook heel erg van hiphop. Ik ben vast niet de enige. Dus ben ik niet de goede voorbeeld, want ik vind die muziek ook, ben daar ook mee bezig. Maar stel dat mijn vrienden, die vinden waarschijnlijk Woordenschat niet zo, dus niet per se misschien de hiphop die zij. Dus dan ga je daarna denken van, oh ja, maar goed, dan is er dus ook een groep die bijvoorbeeld in de jaren 90 heel veel naar hiphop luisterde. Dan misschien moeten we daar dan. Maar als dan vervolgens zou blijken, hebben gedaan, zo'n playlist gemaakt, en na een week zie ik dat het nog ook weer door 15 en 15, dan kan je nog steeds denken, nou, heb ik toch iets bedacht wat kennelijk ook voor die groep ook interessant is. Ja, ik had toch eigenlijk van plan om, dus dan... Maar word je ook wel eens gek van al die cijfers? Ja, nee, maar dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Ik werd er een beetje wiebelig van. Ja. Ik was een beetje van, want je schrikt bijna van de concreetheid ervan. En de aantallen zijn zo hoog dat je het ook niet kan wegwimpelen. Ja. Van, dat 3 miljoen mensen dit niet zo leuk vinden, maar dat kan natuurlijk nog kloppen. Wij dachten hetzelfde. Verlang je dan niet ook wel eens gewoon terug naar 3FM? Dat je gewoon iets deed wat je dacht dat op dat moment goed was? Nee, want kijk, er wordt wel degelijk... Het is wel degelijk ook een doelstelling van Spotify om, want anders hoef je inderdaad ook geen mensen te hebben die op deze manier ook aan het werk zijn, om te zeggen, ja, hoe kunnen we nou nieuwe artiesten of nieuwe muziek blijven stimuleren? Hoe kunnen we dat nou voor het voetlicht krijgen? En daar geldt bijna per definitie voor dat je niet van tevoren, dat je het niet weet. En dat, ik bedoel, je ziet dan wel als je wat doet wat sneller wat er gebeurt. Maar je hebt veel meer mogelijkheden dan bij radio, waarbij je gewoon denkt, ja, we kunnen dat liedje een paar weken draaien en dan hopen dat misschien andere radiostations het gaan doen, maar dat is meestal niet zo, ze hebben nieuwe dingen. Ja, en dan hopen misschien kan die artiest nog bij De Wereld Draait Door een keer optreden, misschien. Gaat ook niet door. Wat heb je dan nog over? Maar dat gaat ook wel, maar wij kunnen natuurlijk makkelijker dan denken, oké, maar misschien moeten we deze artiest dan eerst een heel wat kleinere playlisten zetten en gewoon... dus juist beschermen. Dus bijvoorbeeld in zo'n New Music Friday niet op plek 2 zetten. Ja. Want dan skipt iedereen het weg. Toch vind ik dan eigenlijk... Dan worden ze wel gehoord. Ja. Dan krijgen ze wel een kans. Jawel, maar de ervaring leert, moet ik nu zeggen, na bijna 2 jaar, is dat het toch verstandiger is om dan misschien niet de New Music Friday, maar in andere playlisten om nummer... Het is toch een beetje sandwichen en een beetje... denken van, als mensen door de eerste 10 liedjes heen zijn gekomen, dan... Zijn ze bereid om te luisteren? De kans is groter dat ze misschien liedje 11 of 12 ook nog luisteren. Ja, toch vind ik eigenlijk dat jullie dit verhaal ongelooflijk slecht vertellen. Want als ik het met mensen over Spotify heb, dan weet niemand, weet dit. En ik hoor toch wel vaak dat mensen, weet je wel, denken van, dat leidt ook weer tot een filterbubble. Je luistert alleen maar wat je daarvoor ook geluisterd hebt. En ik denk ook vaak, hè, als ik dit nou wegklik,
van, oh, dan denkt Spotify, oh, dat vindt hij niet leuk, terwijl ik het misschien juist wel leuk vind. Nee, nou ja, het klopt wel. Het is ook inderdaad wat ik het vaakst moet uitleggen. Overigens in de artiestenwereld, labels weten het donders goed. Oké. Kan ik je vertellen. Dus die weten wel van, die playlisten worden door mensen gemaakt. En daar kunnen we misschien dan ook daardoor invloed op hebben. Dus dan we kennen die man of die vrouw. Ja. Dan gaan we natuurlijk even uitleggen. In die zin lijkt dat gewoon op traditionele media, die vorm. Eigenlijk wat je zegt, het zit eigenlijk veel dichter bij elkaar. De traditionele, ouderwetse... Ja. Radiolijstjes en Spotify dan veel mensen denken. Nou, op dat vlak wel, met dat verschil dat wij natuurlijk niet een format hebben, maar dat we alle muziek hebben. En dus alle kanten... En dat data, de drijvende... Ja, dus er zijn eigenlijk wel veel meer verschillen dan overeenkomsten. Maar op dit punt zijn er natuurlijk wel gelijkenissen. En wat het natuurlijk wel is, is dat we voor iedereen... Iedereen krijgt op maandagochtend Discover Weekly. Ja. En dat is dan leuk als mensen dan denken, wel weten hoe het dan gaat. Dan zeggen ze, hey, dat is echt tof deze week. En dan zeg ik, ja, maar die maak ik natuurlijk niet. Ik kan niet voor alle miljoenen mensen in Nederland een playlist met je. Of Release Radar, dat zijn echt... Dat zijn wel... Die kijken wel naar wat heeft deze persoon tot nu toe allemaal geluisterd. En wat vaak ook een misvatting is, het is niet alleen jouw eigen luistergedrag, maar het is vaak ook... een mix met mensen die vergelijkbaar luistergedrag vertonen. Ik denk altijd dat ik zoveel leuke nieuwe muziek krijg... omdat ik dat Erwin en ik elkaar volgen en kennen. Dus ik denk dat omdat jij zoveel nieuwe muziek luistert... denk ik, nou, dan krijg ik ze ook. Hij heeft wel invloed, denk ik, ja. Is dat zo? Nou ja, kijk, ik bouw die algoritmes natuurlijk niet. Er werken duizenden mensen bij ons bedrijf die allemaal dit soort dingen zitten te dat bedenken. Dat zit allemaal in Zweden, maar, toch? Of niet? Ja, nou, maar ook, nee, ook op andere plekken, ook in Amerika en in Londen. En er zitten best wel veel plekken. En, wij geven wel input van, vanuit de praktijk. Van, ja, maar we testen best wel heel veel dingen eigenlijk. Maar ja, ik heb ooit een van de meest indrukwekkende presentaties die ik ooit gezien heb, zeker als het over dit onderwerp gaat, over data en muziek, is van iemand die was destijds van Echoness. En Echoness is namelijk gekocht door Spotify. Dus je zou kunnen zeggen, de kwaliteit van Echoness is overgegaan naar Spotify. Mm-hmm. En zij hadden toen al, zij monitorden alles over liedjes. Dus zij in die tijd, ze keken... Hoeveel followers heeft iemand, maar ook hoe langzaam is het, hoe snel is het. Is het hard, is het zacht? Hij vertelde mij bij die presentatie waar een platenmaatschappij, zeg maar, degene die het liedje zelf uitbrengt, 3 MB of 4 MB, wat is het, dat een MP3'tje groot is. Dat is de data die de platenmaatschappij heeft. Wij hebben 200 MB aan data rondom een nummer. Recensies, alles verzamelden ze. En die basis die is overgegaan naar Spotify. Dus daar zit zoveel... kennis en kunde en et cetera in, waar je als geluisteraar gewoon geen weet van hebt. En dan is het grappige, en heb dat heel hoog staan, en dan toch denk je soms nog weer naar die lijstjes krijgt, denk je, waarvoor komt dit kutnummer in mijn... heel veel is goed, maar als de muziekliefhebber ben je toch altijd gefrustreerd als er een slecht liedje langs staat. Ja, nee, maar daar gaat altijd de focus naar. Daar komt niks van. Dan komt dan toch dat jouw vrouw weer met op jouw account... Nee, wij hebben een familieaccount, zie je het eigen account bij ons. Dat is het niet. Ondanks dat heel veel van dit soort technieken en dingen gaan ook uit van bepaalde hypotheses... En namelijk dat er een coherentie is in smaak en in... muziek is natuurlijk niet alleen maar noten en tonen. En dus je kan ook gewoon ontzettend hekel hebben aan een nummer... omdat je denkt, maar die artiest, come on. Ik bedoel, het kan zijn dat misschien de sound van dit liedje... maar dat is gewoon... Ja, joh, die heeft toen in die tijd foute dingen... noem maar wat, we kunnen de meest... Gary Glitter nu is anders dan ik toen vroeger luisterde. Ja, dus kijk toch wat anders naar. Hè? En bijvoorbeeld, of... het verschilt ook per genre. Het kan zijn dat je van bepaalde muziek houdt en dat dan zogenaamde soundalikes ook prima zijn. Denk dat klinkt precies. Terwijl als jij denkt van jezelf, maar ik hou echt van alternatieve indie en wie gaat mij nou vertellen hoezo Spotify gaan weg met je? Ik heb die band een keer live. Dat is helemaal niks. Dus, maar het grappige is natuurlijk dan weer wel dat als wij zien dat de miljoenen mensen die dit die misschien hetzelfde
wij noemen dat gewoon letterlijk een what the fuck moment, ja. beleven. En dus iedereen zegt, ja, maar die track, sorry hoor. Die trek ik niet. Dan zien we dat. Dus dan denk ik toch al van, oh ja, dan... Wat is hier aan de hand? Ja, dan denk je toch, nou ja, dus als het om curatie gaat, dan ga je daar ook naar kijken. Dan denk je, dat is heel gek. Er is één nummer wat gewoon... dus we zitten mis. En dat wil dus niet zeggen dat liedje niet succesvol zou kunnen zijn. Dan denk ik, nou, misschien moet hij gewoon een andere playlist staan. Laten we dat eens proberen. Hey, als je toen Spotify zeg maar, opkwam, en het was een beetje het internetverhaal, van cut out the middleman was het verhaal. Hè? Er komen steeds meer platforms die brengen vraag en aanbod bij elkaar. Het wordt eigenlijk makkelijker om anderen... Maar jij bent inmiddels met je playlist, en niet alleen jij, zeg maar jij en je collega's, waar eerst mensen dachten van Spotify is die plek waar iedereen zijn liedjes gewoon op kan zetten. Het publiek kan het vinden. Mm-hmm. Maar we zitten eigenlijk nu weer in de fase waar jij bent gewoon de nieuwe middleman. Jij bent de belangrijkste man. Jij bent de sluis, zeg maar, tussen de luisteraars, de liefhebbers in Nederland en de artiesten. Nee. Nou, kijk. Sowieso, de muziek, iedereen kan de muziek staat erop. Ja, maar jullie promoten alle playlists steeds meer. Als je Spotify opent, krijg je playlists die jullie gemaakt hebben. Ja, omdat wij ook denken dat we de data hebben, dat wij ook de beste playlists kunnen maken. Dat is één. Het tweede is natuurlijk, dat het is natuurlijk wel een democratisch platform. In de zin dat we weten op dit moment dat ongeveer de helft van de mensen die op Spotify gebruiken, ook onze playlists luisteren. Ongeveer de helft. Dat betekent dus dat de andere helft dat niet doet. En dat betekent overigens ook dat de helft van de mensen die het wel doen... natuurlijk niet alleen maar naar onze playlist zitten luisteren. Dus er is heel veel... Dus search is bij ons net zo'n lange belangrijke functie... als de playlisten die we maken. Dus in search kunnen wij zien wat miljoenen mensen zoeken. En waarom zoeken ze dat? Dus daar heb ik ook zicht op... Van, wat grappig, iedereen zoekt op dit moment naar, kerstmuziek lijkt nogal obvious, ja. maar waarom hebben wij geen playlist voor, op een of andere manier zoekt iedereen chill jazz. En hebben we niet. Dus we proberen ordening aan te brengen, omdat er staan 50 miljoen nummers op. Dat is een beetje veel. Ja, dus als die cursor daar knippert van, ja, nieuwe muziek, ik weet je wel. En mensen die ook vaak muziek vergeten zijn, die ze eigenlijk wel leuk vonden, maar daar ook niet op komen als ze naar dat scherm kijken. Dus wij proberen natuurlijk wel de luisterervaring zo prettig mogelijk dat te maken. Dat snap ik, maar er zitten eigenlijk relatief kleine teams op per land op, als je per Spotify. Ja. Dus er zijn een paar mensen die wel heel belangrijk aan het worden zijn voor wat al die miljoenen mensen te horen krijgen. Ja, nou ja, kijk, je moet zo zien de programmering. Dus, we hebben daar niet genoeg tijd voor, maar om het allemaal uit te leggen hoe dat nou allemaal precies zit. Maar er is verschil tussen cureren, dus maken van een playlist en... wat er met die playlisten gebeurt, even simpel gezegd. Dus ik kan 1000 playlisten maken dit jaar als ik verder niks zou doen. En er kan ook niks mee gebeuren. Er kan hetzelfde mee gebeuren als die playlist die jij gewoon maakt. Dan denk ik, nou, ik hoop dat Erwin hem aanklikt. Dan heb ik in ieder geval één iemand die naar mijn uitgemuntende smaak zit te luisteren. Maar bij jou niet. Maar dat is niet zo functioneel. Dus dan moet er over worden nagedacht van, oké, die playlisten, hoe gaan we die nou... welke playlisten gaan we op welk moment laten zien? En heel veel playlisten die we programmeren, bijvoorbeeld in Nederland, die zijn niet natuurlijk allemaal in Nederland gemaakt. Waarom zouden wij een hele goede West Coast hip-hop playlist, als die letterlijk daar is gemaakt door mensen die dat... waarom zou ik dat dan beter... Dus heel veel van die playlisten... eigenlijk zijn alle mensen die er wereldwijd dit werk doen, dat is ook maar een deel van mijn werk hoor, maar die dit doen, die... hebben allemaal invloed op wat er in de hele wereld wordt geprogrammeerd. Dus het is natuurlijk niet zo dat alleen maar die mensen die toevallig in Nederland zitten bepalen welke playlisten jij te zien krijgt. Dat is één. Hoe die playlisten klinken. Het is wel een opdracht om zoveel mogelijk lokaal repertoire in je eigen markt
te promoten. Ja, nou ja, want anders heeft het niet zoveel nut. Dan kan je gewoon zeggen, het is gewoon een wereldwijde muziekbibliotheek en die staat een beetje te snorren. En succes, veel plezier ermee. Dus dat is niet wat we wilden. We hebben ook duidelijk, er is ook wel een gedachte. Moet je dat zeggen? Als je nou zou kijken naar, stel dat je het succes van artiesten zou uitbeelden in een piramide. En je zegt bovenin die piramide zitten Adele, Ed Sheeran, artiesten die iedereen kent. En die zegt, nou, die zijn verantwoordelijk voor zoveel procent van alle streams. En zo ga je naar beneden. En je eindigt onderaan zit gewoon iemand die misschien hiernaast nu op zolder, zijn piano iets. En die denkt, nou, gaat dat morgen ook. En wat wij, dat noemen wij breaking the pyramid, is hoe kunnen we nou zorgen dat die piramide niet alsmaar smaller wordt, maar dat die breder uitzakt. Dus dat er meer muziek, laten we even kinderlijk zeggen, die in het midden zit, dus waar al wel iets mee gebeurt, wat meer kans krijgt om naar boven te gaan. Dus, want anders krijg je dus, dus daarom willen we ook bepaalde playlists, bijvoorbeeld Today's Top Hits is een goed voorbeeld, dat is wereldwijd volgens mij de meest gevolgde en beluisterde playlist, 22 miljoen volgers. Zegt op zich, je kan 22 miljoen volgers hebben en geen één stream. Niemand aanzet. Maar is, met 22 miljoen is dat vrij onaannemelijk, ik zeggen. Dus, en dan kijk, die wordt ook redactioneel bekeken. Wel op basis van data, want het is namelijk de belangrijkste playlist ter wereld. Voor de industrie ook, voor de artiesten. Maar wij willen bijvoorbeeld voorkomen dat Ed Sheeran, als het even kan, niet het hele jaar op één staat. Ja. Dus voor Edje wel leuk. Maar ook voor de luisteraar is dat op een gegeven moment. Ja, heb je er genoeg van. Ja, dat klinkt dus bijna zo'n paradox, maar toch weten we wel van ja, maar op een gegeven moment moet je. Ja, maar toch vind ik dit aspect heel fascinerend aan wat jullie doen. En nogmaals, ik zei het net ook, ik denk dat heel veel mensen dat niet weten, maar ik snap hem als strategie heel goed. Want als je natuurlijk relevant wil blijven als Spotify, moet je natuurlijk voorkomen dat je die bak met muziek bent die een beetje zat te snorren en. Dat je die piramide alleen maar in stand houdt en smaller maakt. Ja. Dat is natuurlijk wel wat er gebeurt, als je niks doet. Dat zou kunnen, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat, maar ik vind dat een hele slimme en doordachte strategie. Nou, dat is zeker doordacht, ja. Ja, ja nee, dat is ook. Want je blijft wel relevant, en wordt ook, maar want je wordt serieus genomen door de labels, door de uitgevers. Omdat je ook weer die menselijke invloed hebt teruggebracht in het platform. Ja, als het zo is aan, wat klinkt meteen weer heel ongezellig. Dit is natuurlijk niet. De missie is natuurlijk om luisteraars iets te bieden waar zij blij van worden. Ja, Netflix gaat ook niet expres series promoten waarvan ze weten, er zit niemand op te wachten. Dus je probeert altijd het uitgangspunt. Ja, en dat doen jullie hartstikke goed. We anders dan Netflix die een paar honderd series doen, hebben wij miljoenen artiesten. Dus je kan niet eens. Dus daar zit ergens een spanningsveld waarin je probeert te kijken van hoe kan je nou, net zoals een ander medium dat zou doen, ook een beetje houvast bieden, maar ook wel. Ook een beetje experimenteren. Ja, want, en doordat de aantallen zo groot zijn en dat we zoveel tools hebben. Kunnen wij ook zeggen, laten we eens dit of dat proberen, of niet, kan van alles zijn, bij 3% van de gebruikers. Dat zijn dan op dit moment, we hebben iets van meer dan 200 miljoen maandelijkse gebruikers nu. Dus 3% klinkt als niks, maar dat zijn dus 6 miljoen mensen. Ja. En dan gaan we, dan geven we de ene helft geven we deze cover, en de andere doen we die. Of we doen bij de een zetten we wel aan een soort ranking, bij de ander niet. Kijken wat er gebeurt. En wat gebeurt er? En komt er dan iets uit? Nog een keer proberen. En dan we gaan dat eens in Japan doen. Dus, niet alleen de wereld, maar doen we gewoon alleen Japan. En dan gaan we dat vergelijken. Dus er zit veel meer. Dus je kan eigenlijk, je kan juist heel vrij denken, want het is niet zo dat als ik iets doe of bedenk, dat dan, laten we het maar gewoon meteen naar 200 miljoen mensen. Omdat er juist zoveel ruimte is om dingen uit te proberen en je vrij snel feedback hebt. Wij hebben ook van die slogans waar ik in het begin ook van dacht, maar het is altijd van, is, is,
build it, of think it, build it, tweak it. Weet je wel, dat is zo'n zo van die, ja, van die, halleluja, weet je wel. En toen dacht ik toch, ja, weet je wel, dat is goed jongens. Weet je wel, wat ik net al zei, als 40 ben ik toch wel een beetje een opa in zo'n bedrijf. Van, vertel ons over die jaren 90, lachen. Maar ik dacht wel, oh ja, maar dat beleiden we wel. Dus, want het kan ook makkelijker, want je kan gewoon zeggen, nou, je hebt een idee. Daar moet je wel een beetje over nadenken. We gaan natuurlijk wel vanuit dat mensen dienst nemen die een beetje logisch kunnen vinkitten. Ja. En dan hebben heel veel mensen iets kunnen bouwen. Dit, en dan kan je het proberen. En dan ga je het daarna aanpassen. Dus niet van het moet helemaal af zijn, het moet helemaal kloppen en dan gaan we het doen. Het is meer van, nee, laten we het nou gewoon proberen. Even, het lijkt mij geweldig. Even zijn aan het begin. Je hebt bij de platenmaatschappij gewerkt. Je bent een tijd 3FM de baas geweest. Mojo gedaan. Nu dan Spotify. Je zit er... leukste baan die er is op dit moment in de muziek? Ja, voor mij wel. Want ik heb wat er super leuk aan is dat je hebt er al een beetje over gehad, dat wat radio doet, dat lijkt er deels op. Van, ik kan nu alleen veel beter zien wat er gebeurt. Directe feedback. Wat super leuk is om te zien dat er natuurlijk ook allerlei andere dingen aan verbonden zijn, hè? Af en toe, dat is wel nadeel van zo'n bedrijf, Engels praten als het recommendation. Maar aanbevelingen van concerten bij jou in de buurt. Of, ja, die vind ik ook heel waardevol trouwens. Als je hier vinyl van wil, kan je het bestellen. Dus er komen natuurlijk heel veel dingen in samen. En ja, voor het gevoel zitten we in de tweede inning. Dus dat vind ik heel leuk, dat ik het gevoel heb van... Ik merk ook, ik werk er nu nog geen 2 jaar bijna. En hoeveel dingen er veranderen en hoe snel dat kan gaan. Dat moet je ook wel een beetje tegen kunnen. Mij geeft dat heel veel energie. Omdat ik dan denk, we kunnen ook concerten organiseren. Ja, kan ook. Doen ze in Engeland of in Amerika, moeten wij dat ook gaan doen. Juist omdat ik meerdere dingen gedaan heb, dat is natuurlijk nooit zo gepland. Maar is het wel van, dat komt dan wel van pas. En de connectie met de muziek is wel, ik hou van media, maar ik ben geen techneut. En dus ik leer nu ook wel heel veel over techniek. En soms snap ik het ook niet. Dan moet ik echt in ieder geval, vertel nog eens, hoe werkt dit? Maar dat vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk om er dan achter te komen van hoe steekt dit nou in elkaar? En wat heeft dat dan, als je dan weer wat uitzoomt, maar als we te veel dat gaan doen, dan... En in het begin dacht ik, wat moet ik daar eigenlijk aan toevoegen? Totdat je er ook achter komt van, we zijn wel een groot bedrijf, maar... er is ook maar een beperkt aantal mensen die zich met bepaalde onderwerpen bezighoudt. En dan denk ik, wat grappig, dat zijn wel mensen die... En er werken wel meer mensen die van BBC Radio 1 komen. Of van, weet je, dus ik kom ook best wel mensen tegen. Die ik van vroeger dan nog wel. En denk, grappig. Oh, jij werkt vroeger bij Universal. Ja, ik zit nu. Dus daar zitten we veel meer kruisverbanden zijn. Die eigenlijk gewoon iedere keer weer mij doen. Me afvragen van, wat zou nu dan weer het volgende worden? Nu dit jaar hebben we bijvoorbeeld zoiets als podcast, wat eigenlijk een heel ouderwets woord is. In de zin van het is gewoon een skyrocket. Vertel daar eens iets over. Jij weet natuurlijk ook hoe het in Nederland gaat. Is het meer dan een hype, zeg maar? Weet je wel? Wat merk jij daaraan? Ja, het is wel meer dan een hype. Want kijk, als je het afzet tegen totaal gebruik, is het nog heel marginaal. Ja? Maar we zien wel, we hebben nog niet zo lang geleden hebben het makkelijker gemaakt om je RSS-feed gewoon erop te gooien. In een kwartier staat je podcast. En wij hadden binnen 1 dag, kregen we al een mailtje of kreeg ik een berichtje, ping heet dat bij ons. Van iemand uit een land waarvan ik niet eens wist welk land die zat, maar van wat hebben jullie het gepromoot of zo? Weet je, want dat was namelijk niet de bedoeling. Gewoon een soft launch. We doen het vaker, het is er gewoon. Ja. En dan zien we wel wat er gebeurt. Ik zeg ik heb geloof ik een tweetje of zo, weet je wel, maar we hebben niet echt iets aangedaan. Ja. Ik zeg, heb je al gekeken hoeveel honderden. Ik zeg, maar daar ben ik niet door verrast. Want ik weet gewoon dat in Nederland heel veel mensen podcasts maken. En, alleen die ook altijd wel bij mij een beetje liepen te duwen van hoe kan dat nou eens? Dus
Dus daar zie je het aan. Ik zie dat beluistering, als mensen podcast luisteren, ze heel lang luisteren. Dus ook anders. Ja, dat merk je ook wel. Ja, dus de mensen zijn of meteen weg, of ze luisteren uit. Er zit weinig tussenin. Dus dat is ook wel interessant. En ook omdat het natuurlijk, net zoals ooit met muziek, ook steeds makkelijker werd, is podcast natuurlijk ook... je kan het gratis simpel maken, je kan het zo gek maken als je wil, maar het is best wel laagdrempelig. Ja. Dus het is wel leuk om te kijken of we daar nou daar meer aan kunnen doen. En daar zijn we ook wel echt mee bezig. Het probleem is dat ik heb nog zoveel vragen. We kunnen het nog twee uur met je doorpraten. Ja, mijn vraag was eigenlijk, wil je niet gewoon een keertje voor 4 uur terugkomen? Want ik heb namelijk, er zijn zoveel onderwerpen die we nog moeten behandelen. Maar dat kan niet nu, dus je moet nog een keertje terugkomen. Ja, de vraag, ik wil eigenlijk stoppen met de, ik moet eigenlijk niet de vraag stellen. Ik moet gewoon mededelen. Ja, wij doen met sommige geselecteerde gasten doen we marathoninterviews. Ja. Lijkt me dat 24 uur. Dat jij daar een uitstekend kandidaat voor bent. En dan mag je ook af en toe een plaatje draaien natuurlijk tussendoor. Nou, Vinks, ja. Ik hoor hem ja zeggen. Dus dat is, ja, ik ook. Dus die hebben we binnen. Die hebben we binnen. Dan wil ik één laatste vraag stellen. Als een man die ook lange tijd radio gemaakt heeft. Is er toekomst voor muziekradio? Ja, absoluut. Ik denk dat toen ik ooit nog student was en communicatiewetenschap studeerde in de tweede ijstijd, toen was er al de gouden wet van een nieuw medium verdrinkt het oude nooit. Het kan hooguit een andere vorm aannemen en het is allemaal oude koek. Maar dat is natuurlijk deels al waar. En radio, muziekradio is in feite natuurlijk gewoon een audiostream. Al dan niet live. Daarom, als jullie maken een betere stream. Nou, maar ik denk wel dat zoals het ook voor de lineaire tv geldt, dat je ook kan denken, ja, als ik echt wil weten wat voor weer het wordt, natuurlijk, ik heb een weer-app, maar het is soms ook wel makkelijk om, of voetbalwedstrijd is toch wel lekker om gewoon live een voetbalwedstrijd. Ja. Weet je wel, dus er zijn wel heel veel, en bij radio heeft dat natuurlijk ook. Dus ik denk dat er zijn natuurlijk wel veranderingen in luistergedrag, denk ik. En maar heeft Kink geen FM meer? Heeft het zin dat ze daar weer mee beginnen? Nou, ik denk wel dat het zou best wel eens kunnen dat... het hangt natuurlijk vanaf wat hun doelstellingen zijn. Waar ik wel vermoeden, ik weet natuurlijk wel iets van. Maar dat er wel misschien gevoel is van ja, alternatieve muziek, ja... Het wordt wel een beetje gedraaid op radio, maar niet misschien zo... Maar jouw cijfers, hè? Want jij weet de cijfers. Je heeft het zin. Jij weet gewoon als de luisterende mensen daar al naar dan. Ja, zeker wel. Ja, jawel. Cijfers van hoe alternatief muziek bij Spotify wat gaat. Jij weet of er markt voor is. Nou, ik geloof ook wel ook een beetje in... want dat heb ik ook wel gezien, wat ik echt wel geleerd heb, is dat deels heb je geen invloed op smaak, maar deels ook wel. Je kan ook wel, dus ik vind ook wel dat er ook, en daar zijn we ook wel mee bezig, dat er ook dingen benoemen van, ja, maar als wij niet nou werk gaan maken van, positief geformuleerd, als we nou eens wat meer werk zouden maken van... misschien dat dan dat alternatief muziek niet altijd eindigt bij Foo Fighters en Radiohead. Ja. Maar daar praten we ook echt wel over. Met Spotify is het ook wel een onderwerp. Zeker, absoluut. Ja. En dat komt alleen al omdat gewoon heel veel mensen gewoon werken die gewoon ook echt uit de muziek komen. En ook al een persoonlijke missie hebben. En natuurlijk gebeurt dat wel doordacht. Maar... het is juist heel erg leuk om te kijken of je nou... en dat je dus dat er dus muziek kan ontstaan. Of je denkt, hé, dat is voeling. Er wordt al naar geluisterd. Wat is dat eigenlijk? Moeten we daar niet wat meer mee doen? En ik denk dat namelijk dan ook artiesten stimuleert. Om te denken, oh, zie je, het kan dus wel. Dus waar ik me bijvoorbeeld enorm aan stoor... Mag ik nog iets noemen waar ik me enorm stoor? Ja. Is dat bijvoorbeeld dat de... ik lees zoveel stukken lees van... ja, muziek wordt voor Spotify gemaakt... en dat maakt de muziek kapot en de intro's mooi. En dan denk ik echt, waar hebben jullie het over? Natuurlijk gebeurt dat ook. Natuurlijk zijn er ook componisten, zoals er ook mensen... leaders maken of filmmuziek of voor radio. Een liedje van 3 minuten 20. Ja, en een radio-edit, dat is van alle tijden. Maar wij krijgen natuurlijk niet...
Er is geen formule voor en natuurlijk is dat misschien voor een playlist met regenmuziek of zo. Ja, is natuurlijk een ander verhaal dan iemand zegt, ja, ik hou echt van metal. Ja, dan krijg je zeggen, ja, don't bore us, get to the chorus. Alsof Metallica dan opeens denkt, ja, maar sinds Spotify hebben we wel geleerd, we moeten gewoon meteen met refrein. Dat is gewoon totale onzin. Maar dat galmt maar door in media en dan... Nou, maar dat is wat ik aan het begin zei. Ik heb wel het idee dat verhaal, dat jullie dat nog beter zouden kunnen vertellen. Wat jullie precies doen. Ja, dat, eens. Want dat verhaal dat zingt rond. Ik hoor het ook. En weet je, mij valt, ik weet dan nog wel een beetje hoe het werkt. En mij valt echt op dat jullie playlistjes goed zijn. En dat ook de geautomatiseerde dingen. Dat zelfs mijn Discover Weekly, ik toch elke maandag met een soort van, laat ik zeggen, interesse. Dus gaan kijken welke muziek ik allemaal weer vergeten was. Want dat vind ik het leuke daar weer van, hè? Ja, is ook zo. Dat doen jullie ongelooflijk goed. Terwijl de kritiek die je doorlopend overal hoort, is dat jullie het juist kapot maken. Je betaalt de artiesten te weinig, je creëert een filterbubbel. Ik heb het al twee keer gezegd, we hebben 200 miljoen gebruikers. Ja, dus daar vinden mensen iets van. Ja. Toch? Dat is logisch. En het is de muziekwereld en een miljoen artiesten ook. En als je overal alle negatieve dingen uit gaat halen, dan lijkt het of er alleen maar... En dat is niet zo. Mensen blijven ook... De vele van blijven ook betalen elke maand, bedoel je? Nou ja, het overgrote deel betaalt en zit daar natuurlijk en heel blij mee. En over betalingen en zo, ja, natuurlijk. Ook daar is wel een kentering trouwens. Maar ik denk, ja, moeten we dat nou echt nu helemaal gaan op... Nee, maar nee, weet je wel, dat gaat je met opzet. Dat verandert natuurlijk. Kijk, de massa verandert. De mensen maken andere deals. Dus dat is ook, weet je, mensen zien ook opeens dat data natuurlijk ook heel veel waard zijn. Dus er is het. Dus dat horen we eigenlijk. Is niet meer een soort dagelijks gesprek. Andere dingen, ja, ik denk dat er gaat geen dag voorbij of er wordt over Spotify geschreven. Dat klopt. Ja. Dus, dan ben je in ieder geval relevant. Nou ja, dat is één. Twee is, niet alles wat opgeschreven wordt is per se onzin. Dus je kan ook dat lezen en denken met z'n allen, we hebben daar met z'n allen wel een week over, fair enough. Hè, we hebben de bakel gehad met die hate policy teksten, met alle goede intenties. Ik was er niet zo voor, zal ik maar mild uitdrukken, maar... Het gebeurde. Shit happens. Ja, en binnen een week was de conclusie. Nou ja, dat gaan we dus toch niet doen. En dus omdat er juist in media daar dan heel veel... Dus het is natuurlijk niet zo dat wij... we hebben niet een soort verborgen agenda met een soort evil empire. Want we proberen natuurlijk voor artiesten en voor luisteraars zo leuk mogelijk... platform te zijn. En ook and that's it. En iedereen heeft er baat bij. Hoe groter dat wordt en is, dat afspraken fair zijn, dat er meerdere geluiden worden gehoord en dat je kijkt hoe je het nog verder kan ontwikkelen. En wat dat precies wordt, dat weet je niet. Want precies, dan moet je dingen proberen. En ook, we krijgen natuurlijk ook heel veel ongevraagde input. Dus dat is natuurlijk ook prima. En dat gelukkig belandt dat niet allemaal bij mij. Maar er zijn natuurlijk gewoon ook wel... Ja. Mensen die daarmee bezig zijn. Dus ik ervaar het niet als dat er zoveel kritiek is. Ik vind eigenlijk juist weinig voor... Sterker nog, ik vind ik vind ook wel trouwens... in mijn omgeving in toenemende mate mensen juist heel positief spreken over Spotify, hoor. Nou, ik kijk een beetje... Oh, sorry. Ja. Nee, maar dat vind ik echt, want... wij hebben het er vaak genoeg over. Jij ziet dan ook nog de andere kant. Hè? Ik ben altijd voor Vanwege Erwin. Ik vind het gewoon gelul namelijk. Eerlijk. De meeste kritiek vind ik echt totale gelul. Ja, dat is ook zo. Het is ook echt zo. Dus dat bedoel ik net wel van... Ja, af en toe lees ik iets en denk ja... En dan schrijft iedereen dat het van elkaar over. En dan... Natuurlijk, dan zou je zeggen... Ja, dan moet je daar maar wat aan doen. Maar het is natuurlijk niet zo... Het is natuurlijk niet zo... Ik bedoel... het heeft ook best een tijdje geduurd voordat ik hier werk. Het is niet de hobby van ons om continu overal maar interviews te geven... En allemaal dingen te gaan vertellen over dingen die we gisteren weer hebben laten mislukken... Of gelukt zijn. Dus dat heeft ook niet zoveel nut. Ja. Maar dan wordt het natuurlijk... Ja, dan weet je...
ik denk dat dat ook logisch is. Ik vind het ook goed. Ik vind dat er ook mee gekeken mag worden. Dat mensen nee, maar laten we ook vinden. Laten we niet te lang bij stilstaan. Nee, mijn mailbox zit stampvol, ja, maar wij, zelden met mensen die zeggen, nou, een belachelijke... Ja. En laten we duidelijk zijn, wij zijn fans, allebei. Nou ja, sowieso, voor wie misschien mijn regelmatig terugkerende rants niet heeft gevolgd, wil ik hem toch nog eventjes zeggen, want er is regelmatig kritiek in de media van artiesten die zeggen, ik verdien niks aan Spotify. En dan is namelijk mijn standaard antwoord. Spotify draagt voor mij 3/4 van jullie gelden of 80% af aan rechthebbenden. Ja. Er zijn artiesten die heel veel geld verdienen met Spotify. Er zijn artiesten die er niks mee verdienen en toch veel beluisterd worden. En dat betekent meestal die laatste categorie dat ze contract hebben afgesloten zelf, waar de verdeling heel slecht voor hunzelf is. Dus heel veel artiesten, dat doen ze al 50 jaar, dat doen ze al 60 jaar, tekenen contracten waar ze zelf de dupe van zijn. En daar moet je, vind ik, dat is mijn privé mening, niet Spotify de schuldige van maken. Maar jij niks meer op te zeggen? Nee. Maar ik hoor dat trouwens ook steeds minder, omdat dit, wat jij zegt, natuurlijk langzaamaan bij de meeste mensen ook wel duidelijk is. Ja. En dat er bovendien ook natuurlijk andere dingen zijn die je zichtbaarheid, je distributie, weten waar je geluisterd wordt. Nou ja, dat had je vroeger natuurlijk allemaal niet. Ach, wat een feest. Maar goed, gaan we het in 24 uur met mee hebben, want er waren allerlei andere onderwerpen die... Hey, super dat je hier was. Appreciate it. Ja, en we moeten nog 50 miljoen tracks moeten we nog luisteren steken. Of hebben we al laten we maar beginnen. Ja, hey, maar wil ik ook nog één allerlaatste ding hier wat ik nog wil zeggen. Want kijk, je bent zo'n liefhebber. Want jij bent gewoon, dat is wat ik eigenlijk niet snap hoor. Dat je al die liedjes binnenkrijgt en je moet je naar luisteren. Tenminste, je zegt in ieder geval altijd dat je heel blij bent dat je al die muziek weer hebt geluisterd. Ja. En als het dan donderdagavond 11:55 is, zeg maar. Weet je wel, dan heb jij die lijstjes weer klaarstaan met de New News Friday. En dan ben jij zo blij. En ik denk dan altijd van, jeetje, er zit heel veel goede muziek tussen. Maar jij bent ook door al die kutmuziek heen gegaan. Ja, klopt. Ja. Nee, ik zit natuurlijk ook wel eens dat ik mijn hoofd op de laptop heen wil slaan, weet je wel. Natuurlijk. Maar ja, dat is je blijft muziek liever hebben. Ja, dat is toch ook leuk. Ja. Dat je dan denkt, hè? Ja, nee. Nou goed. De filterbeelden is totaal gebrek aan filter, weet je wel. Het is gewoon, dit is het. Bij jou komt alles langs. Is dit af, weet je wel. Ja. Nee, ja, natuurlijk. Maar dat is ook leuk. Absoluut. Hey, ontzettend bedankt. En dankjewel, we spreken 24 uur verder. Jullie bedankt voor het kijken nu. En bedanken zoals altijd Bier & Co voor de biertjes, PQR voor de hosting van de website, Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er volgende week niet en de week daarna niet, zeker? Ja, we gaan met kerstvakantie. In het nieuwe jaar zijn we er weer. Dankjewel. Dag.